Roland, we zijn hier in jouw Overijse. Welke herinneringen komen naar boven als je hier bent? Ontelbare veel. Dus ik heb hier feitelijk een beetje mijn carrière gemaakt. En het zal altijd iets speciaals blijven, Overijse. Dus ook de druivenkoers is een prachtige wedstrijd. En dan dit mooie landschap om de cross kunnen laten door te gaan is subliem. Je hebt hier vele malen gewonnen. Welke overwinning blijft je altijd bij? Elke wedstrijd die ik hier gewonnen heb, die blijft me bij. Waarom? Omdat het een heel selectief parcours is. Het is zeer mooi. Iedereen in België wil bijna hier komen kijken. Er valt altijd iets te beleven. Dus alle grote tenoren hebben hier elkaar bekampt, zal ik zeggen. En dat maakt het allemaal zo mooi. Dus iedereen weet wat de geschiedenis van Overijssel te betekenen heeft. Overijssel wordt bestempeld als de moeder van alle crossen. Wat maakt Overijssel eigenlijk zo mooi? Ten eerste het parcours. Het is een heel selectief parcours. Het is telkens op en af. Het is heel zwaar. De wereldtop is altijd hier aanwezig, dus dat maakt het allemaal zo mooi. Er zijn veel factoren die het programma volledig afmaken. Wat is jouw huidige functie in het veldrijden? Ik ben technisch afgevaardigde van de bond, dus ik moet de parcourskeuring gaan doen overal. En dat is iets dat ik heel goed ken en dat ligt me zo'n beetje op het lijf geschreven. Kan je al iets meedelen over dit parcours? Zijn er wijzigingen? Ik ga er nog niet te veel over zeggen, want we zijn nu met de inspectie volop bezig. En naderhand dan kan ik meer details geven, want er zijn kleine veranderingen op komst. En dat moeten we eerst nog kunnen goedkeuren en dan kan ik meer mededelen. Het veldseizoen is eigenlijk al begonnen. Wat verwacht jij van dit seizoen? Well, ik verwacht toch pittige duels. Dus, Van der Poel heeft een accident gehad. Die is dus een beetje buiten strijd. Maar Wout is zeer sterk bezig. Dus ook Tom Meus denk ik wel dat weet dat het tijd is. Dus alle kleppers zullen zeker van de partij zijn. Heb je tot slot nog een boodschap voor de mensen die naar Overijssel komen afzakken op 6 december? Blijven komen.